Een hele goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik heb me even heel snel klaargemaakt. Ik heb echt zo diep geslapen en zo lang. Ik heb de afgelopen nachten echt totaal niet geslapen. Toen ging het gisteren een beetje mis. Want toen zijn we overdag in slaap gevallen op de bank. En toen ben ik daarna om 4 uur weer in slaap gevallen. En echt gewoon zo diep. Ik gewoon nog maar net wakker ben. Het is nu 12 uur. Ik heb me even snel omgekleed en mijn haar een soort van gedaan. En me gefascineerd. En ik ga er nu vandoor. Ik heb even een chill outfitje aangedaan. Want ik ga even een pedicure nemen. En ik had geen zin om sokken aan te doen en schoenen en zo. En zo heb ik gewoon even makkelijke schoenen aangedaan. En ik ben er ook echt aan toe. Ik was gisteren toch naar een event van Benefit. En toen moest ik sandaaltjes aan. En dacht ik, oh mijn god, dat kan eigenlijk echt helemaal niet meer. En ik probeer het niet zo vaak te doen. Want ik doe dus gel lak. En je teennagels worden daar steeds dunner van als je dat doet. En je moet er wel echt, zeg maar, 4 weken of zo minimaal tussen laten. En dat probeer ik ook elke keer te doen. En ik wou het eigenlijk een beetje opsparen voor de vakantie. Maar ik vind het echt niet meer uitziet. Dus dat ga ik vandaag doen. Ja. Dit is een beetje de outfit. Oh jongens, echt. Ik wil niet te veel erover kwijt. Maar ik ben echt zo blij met mijn taille. Ik heb het echt nog nooit gehad. Ik wil eigenlijk echt weten hoeveel ik weeg. Maar ik heb lang niet meer omgekleed. Ik probeer ook niet elke dag te wegen, want dat vind ik nogal moeilijk om niet te doen. Trouwens, mijn nieuwe concealer van Benefit. Ik denk dat je het in deze licht niet heel goed kan zien. Eigenlijk helemaal niet. Maar ik ben echt heel erg tevreden over nummertje 4 bij mij. Ik zit inmiddels in de auto en ik dacht ik film even in deze licht. Dan zie je mijn concealer iets beter. Ik weet niet of het heel goed ziet. Maar ik ben dus nu onderweg naar een nagelsalon voor een pedicure. En ik ben dus met een kwartiertje. Ik ben bij Deluxe Nails en Spa. En ik heb even een theetje gehad. Dus met Sarai om lekker warm te worden. Ik krijg wel dus een pedicure. En ik vind het echt zo chill. Altijd als ik die massagestoel aan heb. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik zit eindelijk op deze heerlijke massagestoel. Ik ga even gewoon een uurtje genieten. Zo, ik ben net klaar met mijn voeten. Ik ben echt heel erg blij. Ik heb voor het eerst French manicure gedaan. Op mijn voeten. Ik vind het echt mooi. Ik had hiervoor alleen maar een roze lak. En dat vond ik iets minder dan dit. En ze hebben er overheen gelakt zodat het iets witter wordt. Zodat het een witter effect krijgt. Vind ik veel mooier bij mijn huidskleur. Ik weet niet of jullie me kunnen volgen. Maar ik ben echt heel erg happy. Ik haat mijn voeten. Maar ik show het voor jullie. Uiteindelijk in de auto. Zie je altijd aan deze kant zo overbelicht. Ik heb net een hotdog gegeten zonder broodje. En toen vroeg ik dus naar een hotdog zonder broodje. Toen zei die man van, ja, de prijs blijft gewoon hetzelfde. Wat ik overigens wel snap, want ze kunnen het gewoon niet apart aantikken. En ik zeg, ja, is prima, want ik moet toch eten. Zegt hij, ja, dat is dan een duur worstje, hè. Maar ik denk, het valt toch best wel mee, want je krijgt gewoon zo'n zachte bol eromheen. Dat is niet per se heel erg duur. Dat maakt je niet opeens veel duurder of zo. Volgens mij betaal je nog het meest voor het stukje vlees. Ik heb gewoon liever dat ik voor het broodje betaal. Dan dat ik brood eet. Ik vind het ook echt totaal niet erg om meer te betalen om gezonder te kunnen eten. Ik vind het echt helemaal niet erg. Elke keer als ik naar de nagelsalon ga, twijfel ik altijd daarna erover om een bokbol te halen. Want die zet ik hier aan de overkant. En ik heb er ook altijd zin in. Maar ik kan het ook net zo goed heel makkelijk thuis maken. Dus ik twijfel altijd. En de parkeergelegenheid is daar ook echt rot. Maar ik ga het denk ik niet halen, want Nessie heeft er al heel lange tijd zin in. En elke keer had ik daar weer geen zin in. En hij is er nu niet, dus ik heb liever dat ik dat met hem eet. Anders vind ik het ook zo stom. En ik ben echt nog steeds zo blij met deze Ray-Ban bril. Die ik van Honey had gekregen, dat ik zelf een nieuwe heb gekocht. En ik heb nog nooit een Ray-Ban bril gekocht. Ik weet niet waarom. Maar ik heb weer een nieuwe gehaald. Ik krijg hem heel snel binnen en dan laat ik het jullie zien. Maar ik ben heel blij mee voor de vakantie. Zo, ik ben alweer bijna thuis. Ik heb een bramen gehaald van de appie. Want ik wil graag een bramen smoothie maken. Ik ga lekker een yoghurt smoothie maken met Griekse bio-yoghurt en bramen. Het handige is aan smoothies thuis maken dat je zelf bepaalt hoeveel bramen je erin doet. Dus eigenlijk ook hoeveel suikers. Dus dat is veel beter dan buiten een smoothie halen. Zo, jongens, het is hem geworden. Ik vond hem een beetje aan de zure kant vanwege de Griekse yoghurt. Dus ik heb een beetje cream toegevoegd. Ik ben benieuwd. Dit is echt best lekker voor een keto smoothie. Ik heb een beetje blueberries ook trouwens toegevoegd. Ik zit erover na te denken om volgende keer misschien Griekse yoghurt te doen met aardbei. En dan nog cream erbij. Ik denk dat het lekkerder is.
even in de tussentijd een paar mailtjes beantwoord en de keuken een beetje schoongemaakt. En nu moet ik gewoon weer naar de supermarkt. De afgelopen 3 dagen zijn Nessa en ik echt in een fase waarbij we echt heel graag koolhydraten willen eten. En dan voornamelijk sushi of pasta vandaag. En gisteren hebben we toch besloten om geen sushi te eten. En toen zijn we gewoon voor vlees gegaan met salade. En vandaag weer, ik heb net gebeld van ja, wat gaan we eten. En we hadden allebei heel erg veel zin in pasta, pasta bolognese. Maar we hebben elkaar eigenlijk vanaf het begin beloofd van nee, we gaan een challenge aan. Tot en met de vakantie eten wij gewoon zo min mogelijk koolhydraten. En ik vind pasta hoort er gewoon even niet bij. Ik wil het echt zo graag, maar ik denk dat ik gewoon gevulde groenten ga maken. En als Nessim echt pasta wilde, maak ik een kleine portie pasta voor hem. Maar voor mij echt niet. En dan raak ik ook uit de cadeaus. Heb ik het allemaal gedaan voor niks de hele maand. Dus ja. Kijk, ik heb hier nog volkoren pasta. Ik denk gewoon lekker gezonde volkoren pasta voor Nessim maken. En voor mij groenten. Zo, net terug van de supermarkt. Ik ga lekker een volkoren pastaatje maken. Ik heb een courgette gehaald en een paprika voor de gevulde groenten voor mezelf. En ik ga nog lekker salade maken en tzatziki erbij. Ik ga me nu even snel omkleden, want ik wil geen vlekken op mijn nieuwe joggingbroekje. Want mij kennende krijg ik altijd vlekken op mijn kleren tijdens het koken. Dus daar moet ik echt mee oppassen, want ik wil echt zuinig doen met deze chille broeken. Heb ik het al verteld? Oh, ik heb het dus... Oh, ik ben laatst echt zo erg een shoppingbui. Ik heb dus weer van die trainingsbroekjes gekocht. En shirtjes en hoodies. Ik ben gewoon helemaal in de mood om te sporten. En ik denk dat het me daarbij ook heel erg kan helpen. Dus vandaar. Ik ben trouwens echt op zoek naar goede boeken voor op reis om te lezen en zo. Want ik wil echt heel graag weer superveel lezen. Omdat ik dus binnenkort ook wil beginnen met schrijven. Dus ik heb een beetje in de top 10 bestsellerlijst gekeken. En zo, want ik hou eigenlijk echt heel erg van drama, zeg maar. Dus ik vind niet alle boeken leuk om te lezen. Maar er is zo weinig keuze. Als je nog een goede boek kent van mij, laat het alsjeblieft hieronder weten. Want dan kan ik het nog lezen voor mijn vakantie. En dan kan ik het nog halen. En dan ga ik gewoon heerlijk ontspannen en lezen op vakantie. Zo, lekker uitbakken, lenteuitje, knoflook, een beetje chili erdoorheen en dan gehakt erbij toevoegen. Ik heb nog een oude, best wel zachte tomaat in mijn koelkast gevonden en die ga ik gebruiken voor sausje, anders vind ik het zonde. Lekker paprika toegevoegd. Het is heel moeilijk om te filmen dit. En als tomatensaus erbij gebruik ik altijd deze, de frito. En dan doe ik er Italiaanse kruiden bij. Ik maak het nooit eigenlijk hetzelfde. Dus de eerste keer dat ik hier eigenlijk Italiaanse kruiden voor gebruik. Voor mijn gevulde groenten. Maar in pasta gebruik ik het meestal wel. Dan voeg ik nog de inhoud van de courgettes toe. Die ik ga gebruiken voor de gevulde groenten. Ik heb tzatziki gemaakt. Griekse yoghurt met komkommer. Ik heb er knoflook in gedaan. En zout en olijfolie. En daar komt nog verse munt bij. Doe lekker veel. Heerlijk. Er is natuurlijk veel te veel munt, maar ik hou hier dus van. Ik ga deze nu even een half uurtje in de koelkast doen. Dan vind ik hem nog lekkerder. Nessim is thuis en zijn eten is klaar. Die van mij nog niet. Maar het is heel erg trek, dus hij kan eten. Lekker gezonde pasta en slaatjes. Zo, perfect. Mijn eten gaat nu pas de oven in. Yes, mijn eten is eindelijk klaar. Ik ga genieten. Ik ga genieten en laat ik alles flikkeren. Ik ben even mijn make-up aan het verwijderen, want ik heb echt heel veel last van mijn mascara. Dus het voelt al veel fijner aan. En daarna ga ik even aan de slag, want ik moet echt... Even heel veel dingen gaan editen. En ik moet iets nog voor een campagne gaan doen. Ik moet nog op 2 mails antwoorden. En ik moet nog factureren. Ik heb genoeg te doen en ik ben er nog niet aan begonnen. En Nessim is net vertrokken. Hij is even een uurtje naar zijn vriend. En dan kan ik eigenlijk nu gewoon heel hard aan het werk. En als hij terugkomt, ik hoop dat hij op tijd terugkomt, dan kunnen we nog samen naar de gym. Zo.
al mijn make-up eraf gehaald. En nu snel aan het werk. Ik geef mezelf een uurtje om alles te doen.